Het is een opeenstapeling van factoren. Het begon bij de seksuele revolutie. Vervolgens krijgen we de secularisering, de industrialisatie, de opkomst van de computer, internet, mobiele telefoon, dating apps. 10 jaar geleden voor Tinder hadden we dit niet. Toen hadden we wel dating sites, maar geen dating apps. Hallo lieve kijker en welkom bij weer een nieuwe podcast van Just a Mitch Talk. Waar ik vandaag aan tafel zit met collega Jeremy, onze life coach. En vandaag gaan we het onderwerp bespreken. Ja, ja, let op. Bestaat er zoiets als onvoorwaardelijke liefde? En hoe waren wij hierop gekomen? Ik volg de laatste paar dagen / weken een kanaal Better Bachelor. En die pakt allemaal eigenlijk artikelen over op het gebied van dating. En er waren wel een paar interessante die ik ben tegengekomen. Eentje van de Daily Mail. Waarin staat dat Amerikaanse jongeren tussen de 18 en 29 rapporteren in 2020 dat ze singles zijn. Ten opzichte van 34% van de vrouwen. Mm-hmm. Dit is gemeten dus in de periode voor en na COVID. En daar hebben ze dus, ze verwachten dus dat de reden waarom mannen nu meer singles zijn, dat suggereert het artikel, is dat de traditionele mannelijke rollen zijn weg. Ja. Pornverslaving en ook de COVID-lockdowns hebben hierbij aan bijgedragen. Ja. Dus een trend van dat meer jonge mannen single blijven, was eigenlijk wat hij besprak. Ja. Ik denk wel dat er nog wat meer redenen zijn dan alleen dat ze die COVID en porn en mannelijke rollen, want dat heeft ook weer een reden, zeg maar. Maar dat zijn een paar aanleidingen. Het andere iets wat hij ook had besproken was David's Bridal. Is een Amerikaans trouwerijinstituut. Mm-hmm. Die een faillissement heeft. Bankrupt raakt. En dat laat toch ook wel zien dat minder mensen trouwen. Oftewel, we geloven niet meer in onvoorwaardelijke liefde. Nou ja, want gewoon, het leidt, dit zijn maar twee artikelen natuurlijk, maar het concept van samen zijn en dat op zich dus liefde, dat lijkt een beetje te vervagen. En toen, ik denk dat we een klant hebben gehad, hadden we het besproken. En toen was het eigenlijk van, bestaat... je kan haast zeggen bestaat liefde en dat op zich nog, maar met name het aspect onvoorwaardelijk, bestaat dat nog? En waar komt dat eigenlijk vandaan? Zo waren we erop gekomen, denk ik. Ja, want het is nogal een beladen vraag, hè, lieve kijker. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar jullie reacties, of jullie in onvoorwaardelijke liefde geloven. Nou, wij hadden, van tevoren hadden we hier al ruzie aan tafel, zo van, omdat ik in eerst eigenlijk in onvoorwaardelijke liefde geloofde. Maar ja, totdat ik de definitie opzocht voor onvoorwaardelijk, en dacht ik van, oh nee, fuck, dat bestaat niet. Want wat is de definitie van onvoorwaardelijk? Nou, dat er geen voorwaardes aan gebonden zijn. Nee! Dus per definitie is dat kan niet. Waarom kan het niet? Nou, omdat ik als je kijkt vanuit een psychologische evolutionaire lens, dan kiezen mensen elkaar uit op basis van onderbewuste processen in hun hoofd. Dus hè, de man moet in de regel langer zijn, een heel makkelijk klassiek voorbeeld, omdat misschien gaat het niet dan om de lengte, maar het gaat om wat de lengte uitstraalt. Zeg. Ja, dus, en dat is de iets... vrouw daar tegenover moet dan weer slank zijn, ja. Omdat ze dan vruchtbaar is. Ja, dus dat zijn al voorwaarden om überhaupt interactie met elkaar op te zoeken van een potentiële partner waar geïnteresseerd in. Dus dat is al de eerste voorwaarde. Goh, vind ik hem aantrekkelijk of vind ik haar aantrekkelijk? En dat is pas stap 1 om te kijken van, kan ik met zo iemand leven in de lange termijn? Ja, dus kortom, lieve kijker, onvoorwaardelijke liefde. We gaan even heel onromantisch doen, maar dat bestaat dus gewoon eigenlijk niet. Daar kunnen we heel kort over zijn. Dat principe bestaat niet, onvoorwaardelijke liefde. Want inderdaad, om een relatie langdurig te houden en gelukkig te houden,
Moet je jezelf kennen en moet je weten wat je principes zijn. En iemand moet bij jouzelf de principes passen. Ik heb hier twee boeken naast me, Lang en Gelukkig van Paulien Timmer. En Paulien heeft meer dan 100 koppels geïnterviewd die 40 jaar of langer getrouwd waren. Dus er is verschil tussen onvoorwaardelijke liefde en eeuwige liefde, lieve mensen. Dat is wel iets waar ik in ieder geval wel in geloof. Want ik pak er zo meteen een onderzoek bij van de Quest. En leuk boekje. 40 jaar zijn deze mensen allemaal samen. Je ziet dan ook al die oude trouwfoto's. Superleuk. Het kan dus echt niet zozeer onvoorwaardelijke liefde, maar wel eeuwige liefde. Eeuwige liefde. En wat dat verschil dan is, dat laat de Quest zo meteen wel zien. Een ander boek en een ander punt wat jij ook had opgeschreven is There is no one. Als in, er is niet één ware hier op aarde. En dat is precies ook wat Angela de Angelis ook beschrijft in haar boek Are You the One? Daar beschrijft ze 5 liefdesmythes. Een van die liefdesmythen is, er zou maar 1 persoon op deze aarde de ware zijn. Nou ja, dat is natuurlijk... Waarom is dat een mythe? Als dat zo zou zijn, was volgens mij wel een voorbeeld wat Rollo in zijn boek had. Is, nou ja, ten eerste zegt hij, vraag maar aan de mensen die in de divorce werken. Hoe zeg ik? De echtscheidingsadvocaten. Echtscheidingsadvocaten zitten, hè, en die zeggen van, oh, het was mijn soulmate, maar of als je partner overlijdt. Dat zou ook nog een reden kunnen zijn. Dus daarna is er geen liefde zogenaamd meer voor je. Ik denk dat inderdaad the one it is. Hè? There is no one. Of the soulmate myth. Daarom is het ook een myth. Dat ook deels in popcultuur wordt natuurlijk gepromoot. Nou ja, kijk maar naar Hallmark films. Disney. Al die romantische films waarbij. Oh, er moet wel iemand zijn die speciaal voor jou is. Mm-hmm. En daar komt dat onvoorwaardelijke misschien ook wel vandaan. Want hij is voor jou, dus ik hoef niks aan mezelf te doen, zeg maar. Want hij is voor jou gemaakt, of zij is voor jou gemaakt. Maar het is vaak hij is voor jou gemaakt. Want het zijn toch wel vaak films en series die op vrouwen gericht zijn, denk ik dan. Dus ja, ik denk dat het daar vandaan komt. Ja. Vervolgens heb jij een artikel gestuurd. Je hebt meerdere artikelen gestuurd. Een hele vage. Ja. En die gaan we dan niet met jullie delen, want die was zo vaag. Ik heb hem 3 keer moeten lezen, die kwam er nog niet uit. Geen idee wat diegene bedoelde. Nou ja, ik denk, vanuit de titel was de enige persoon die je echt onvoorwaardelijk liefde kan geven, is jezelf. En ik denk dat meer, laat ik het zeggen, meer waar is dan in een relatievorm is. Omdat je zelf de autoriteit over jezelf hebt. Je kan zelf bepalen wat je doet. Maar ik denk ook dat mensen in de regel voorwaarden leggen op hunzelf. Voordat je gelukkig bent met jezelf. Ik moet eerst dit bereiken. Ik moet eerst dat zijn. En dus is dat ook niet waar dus. Nee, daar dat ik zeg dat het misschien iets meer neigt is. Omdat je er meer controle over kan hebben. Maar het was ook gewoon, ik vond het gewoon een heel raar geschreven artikel. Ik had hem even als klatje neergezet. Ik ging er doorheen en dacht van, oké, dit is... Eigenlijk is de conclusie alsnog niet, volgens mij. Maar misschien dat mensen het zelf willen lezen en kijken wat ze eruit halen. Ik zal voor de liefhebber zal ik het artikel, de link in de omschrijving zetten. En als jullie weten wat ze willen zeggen, nou laat het ons vooral weten. Want goed. We gaan wel een artikel met jullie delen. Een ander artikel wat Jeremy gedeeld heeft. Namelijk 7 redenen. Waarom... Ja, onvoorwaardelijke liefde eigenlijk niet meer bestaat. En dat komt van medium.com. En dat is een Amerikaans artikel. En de intro daarvan is, onvoorwaardelijke liefde is de puurste vorm van liefde. Het houdt in dat je van iemand houdt, hem van accepteert zoals die is, ondanks problemen bij elkaar blijft, compromissen sluit en onderweg problemen oplost. Het gaat over van iemand houden zonder voorwaarden. Dit was het soort liefde dat we in het verleden vaak zouden zien. Nou ja, dat klopt ook wel. Check. Verleden. Maar helaas is het tegenwoordig moeilijk te herkennen. En vervolgens geeft ze dan 7 redenen waarom deze liefde is uitgestorven. Allereerst, als je dit stukje leest, hebben we het dan over
onvoorwaardelijke liefde? Of hebben we het gewoon over een ander soort liefde? Nee, ik denk inderdaad dat... Wat ze hier eigenlijk zeggen, is dat je accept... Want ze zeggen inderdaad, je houdt van iemand en accepteert iemand hoe die is, zeg maar, in zijn, als een persoon. Maar volgens mij wordt dat pas geaccepteerd als dat matcht met jouw boundaries, zeg maar. Ja, dus die eerste fase ga je eerst op onderzoek uit, op verkenning uit. Want je gaat elkaar eerst leren kennen. En als iemand heeft voldaan aan datgene waar jij op zoek naar bent, dan komen we in de fase van... Oké, ik hou van jou, ik wil met jou verder en dus accepteer ik jou zoals je bent. Nou ja, dit vind ik wel weer fout. Of nou ja, fout. Ik vind het gewoon niet accuraat. It's about loving someone without any conditions. Dat is niet zo. Want nee. Er is een preset waarom je met iemand bent. Ja. En volgens mij, maar dat kunnen we ook... Want het eerste punt is inderdaad, hè, het niet maken van compromissen. Dat is de eerste reden die ze geven waarom het dus niet meer bestaat. Nou ja... Als je kijkt naar verschillende redenen van scheiding, echtscheiding, dan is volgens mij de eerste, de lack of commitment, is nummer 1. Dus dat laat al zien, zeg maar, is dat als iemand niet commit in een perspectief in de relatie, en dat kan misschien al zijn als je bijvoorbeeld taken hebt afgesproken in het huis en de een doet het continu niet, dat je het vraagt, dat gaat irriteert, de ander heeft scheid, en op een gegeven moment, dat de data ook laat zien, gaan mensen meer scheiden. Volgens mij las ik ook nog iets van dat tegenwoordig wordt er niet meer veel getrouwd. Nee. Maar als er getrouwd wordt, gaan er nog steeds 45% gaat scheiden. Dus er zitten altijd wel condities aan gebonden. Ja, dus dat stukje van onvoorwaardelijk, dat is gewoon niet realistisch. En ze zeggen dan inderdaad, hè, de eerste reden waarom er geen onvoorwaardelijke relaties, liefdes meer bestaat, is dan inderdaad dat de mens van nu niet meer in staat is om compromissen te sluiten. En dan zegt de schrijver vervolgens inderdaad, hè, het gaat in deze tijd niet meer om de behoeften van je partner, maar het gaat eerst om mijn behoeften, in plaats van dat we kijken naar hoe gaan we iets samen doen. Hoe gaan we elkaars behoeften vervullen? Maar tegenwoordig ligt de focus op me, myself en I. En dat is één van de redenen waarom mensen de liefde eigenlijk geen kans meer krijgt. Volgens mij had ik het ook wel vandaag in Psychology Today. Ook een Amerikaans psychologisch instituut, denk ik dan maar. Ik zal het zeggen. En dat was een artikel uit 2017, waarin inderdaad de vraag werd gezet van, worden we meer self-centered / narcistisch? En die trend is er inderdaad ook. En dat wordt waarschijnlijk ook wel deels bemoedigd door het gebruik van social media. Zeg maar ook dat je eigenlijk alleen maar constant jezelf promoot. Self-branding wordt het ook wel eens genoemd. Dat jou constant iets moet zijn. Heel erg zwart-wit. Dat als je heel snel iets moet hebben bereikt in een korte tijd, want anders ben je niks. Ik denk dat we ook wel een trend zien van dat we heel makkelijk verantwoordelijkheid uitroepen, maar puntje bij paaltje nemen we het weer niet. Wacht even, wat bedoel je nou? Dat je... Zeg dat je iets doet, maar vervolgens doe je het niet. Nou ja, het is heel makkelijk om... Misschien zijn we als mensen ook gewoon hypocriet. En ik denk dat dat echt wel een kern in ons zit. Maar het is wel vaak dat mensen, hè, de gurus, of eigenlijk zelfs wij doen het waarschijnlijk ook, zeggen van, hè, wat je eigen verantwoordelijkheid. Maar puntje bepaalt, als je dan mensen interviewt of je praat met mensen, is het toch altijd wel vaak een trend van, ja, maar hij of zij doet dit. Mijn werkgever doet dit. Ja, maar ik heb dit. Ja, maar ik heb dat. En ik zeg, ja, oké, maar dat helpt ook niet bij. Hè? Dat is weer de schuld geven van de andere. Ja, dat is daar komen we nog op inderdaad. Dat is punt 4, geloof ik. Maar punt 1 nogmaals is, en ik hoop ook echt dat ieder die kijkt ook zich ook zichzelf nu ook echt durft aan te kijken in de spiegel en dit lijstje met ons meeloopt. Want ik denk dat als je bewust bent van deze 7 punten,
Dat je daardoor echt een stuk kan groeien als persoon en daardoor je relatie ook beter kan worden. Dus punt 1 was, waarom is onvoorwaardelijke liefde verdwenen volgens de auteur van dit artikel? Allereerst omdat we geen compromissen meer kunnen sluiten. Nummer 2 was, wat diegene zegt, we zijn meer gehecht aan materie dan aan onze partner. Met andere woorden, we zitten vaak uren op ons scherm. Of we kopen de nieuwste gadgets en dat we daarmee bezig zijn, dan dat we tijd spenderen met onze partner. En ik vraag me af hoeveel tijd, vraag jezelf eens af, hè, inderdaad, hoeveel tijd van die 24 uur spendeer je met je partner? Als je bedenkt dat je 8 uur slaapt, 8 uur op je werk zit, nou, dan heb je nog 8 uur over. Van die 8 uur, hoeveel tijd besteed jij aan je partner? Dan ga je 2 uur naar de gym, 3 uur naar de gym. Nou, dan heb je nog 5 uur over. Maar dan ga je nog wat? Ga je gamen? Ga je andere hobby's doen? Ga je met je vrienden afspreken? Ga je alles bij je tijd spenderen met je kinderen? Het gaat hier met name, zegt ze, om materialistische dingen. Ja, dus maar het gaat ook om dat je dus al die materie... zoals de gadget en je scherm. Het gaat vooral om die schermtijd. We zitten vaak meer achter ons scherm dan dat we contact hebben met onze partner. Ja, ik denk dat je het wel kan zien is dat zelfs al, want ik fiets nog wel regelmatig door het Vondelpark, omdat je, ik moet een training met mijn vader samen. En dan, zeker met mooi weer zoals vandaag, zie je altijd mensen zitten. Als je gewoon gaat zitten en rondkijken, zelfs al zit je in gezelschap, zie je vaak mensen alsnog op hun telefoon vaak zitten. Tijdens het eten, restaurants, zie ik het ook wel. Ik ga niet vaak uit eten, maar als ik ga, zie ik het nog steeds best wel regelmatig. Ook dat kinderen gewoon, hier is een scherm. Ja. Ik denk ook dat op social media, en dat is dan meer aan de mannelijke kant, die laat heel veel materialistische zaken zien, om daarmee wel een status en rijkdom te showen. Wat ik ook deels wel weer begrijp, omdat het is wel iets waar het op lijkt dat veel meer... Dat vrouwen in het algemeen iets meer opvallen, is dat je wel een man van status en rijkdom alles moet zijn. Maar gewoon simpelweg met je partner gewoon zitten of gewoon een wandeling maken. En dat je ook met elkaar in gesprek gaat, dat je elkaar gewoon dagelijks vasthoudt. Ik weet niet in hoeverre mate het bij andere relaties is. Ik heb persoonlijk, het is niet eens een regel, maar het is iets wat we onderbewust doen. Dus dat als we alle twee thuis zijn op het moment, dat we gewoon eerst gewoon zitten op de bank en elkaar vasthouden en that's it. Ja. En dat werkt al eigenlijk voldoende, want als je al op zo'n manier bewijs van een serie misschien zelfs kijkt, dan ben je nog zo met de beelden gebonden, maar je kiest iets samen uit, dat zullen we samen kijken en je zit naast elkaar, je hebt elkaar vast. Dus ja, ik denk wel... Dat is een tip, I guess. Ja, zeker. Voor een ieder die kijkt, wees bewust van je eigen schermtijd. Een relatie 40 jaar bij elkaar blijven, dat gaat niet vanzelf, hè, lieve mensen. Daar moet je samen moeite voor doen. En als je niet bewust bent van je eigen patronen, ja, dan loop je dus risico dat je elkaar kwijtraakt. Dus, punt 2 was, we zijn meer gehecht aan materie dan aan onze partner. Nou, en dat is natuurlijk not okay. Nummer 3 dan, waarom onvoorwaardelijke liefde is verdwenen volgens deze schrijver, is, we houden meer van casual sex. Want onderzoek laat zien dat na een 21 levensjaar zien we dat seks de drijfveer is voor heel veel singles. En daar wordt flink gebruik van gemaakt. Door vele dating apps. En er wordt natuurlijk ook ingespeeld door die dating apps. Wordt enorm gepromoot om maar erop los te seksen. Maar zoveel mogelijk partners hebben met zoveel mogelijk verschillende partners. Iedereen weet dat als je op een Tinder gaat, dat het dus een seks dating app is. Dus. Tenminste daar. Het is vaker wordt van hookup gebruikt dan ja. Zogenaamd. Ja. Dus
Dat... Wat ik nog wel bij wil zeggen is dat dit artikel, als zag ik net even, is in november 2015 geschreven. Wat ze volgens mij, had ik ook onderzoeken gelezen, namelijk dat ik gezegd dat na COVID is volgens mij het afgenomen. Dat mensen niet, dat jongeren minder snel eigenlijk seksuele interactie hebben. Dan heb je nog het artikel van net over jong, tussen man en vrouw van 18 tot 29. Is dat al 63% zegt dat ze single zijn of geen eens interactie hebben met vrouwen. Dus, en vrouwen trouwens niet. Het procent is maar met 7% toegenomen. Dus ik denk wel dat dit wellicht nu, maar nu doe ik misschien een lichte aan, omdat ik maar gedeeltelijk kan onderbouwen. Maar de casual hookups zijn wel iets wat nu veel meer vrouwen lijken te doen dan mannen. En als je dat ook in de lijn trekt met de dating apps. Ja, er zitten wel veel meer mannen op de dating apps, maar dat maar een heel klein percentage van mannen daadwerkelijk er doorheen komt. Laat staan, überhaupt afspreekt. Dat vrouwen nu in algemeen interesse hebben in een bepaald type man. Dit is ook iets wat wij in de praktijk zien en horen. Ja. Lijkt het wel, of dit, dat het steeds meer lijkt dat het vrouwen nu meer neigen naar die casual hookups. En dat mannen eigenlijk lijkt steeds meer uit te klokken van ja, we hebben hier geen zin meer in. En daar moet je nog wel veel meer onderzoek voor doen om het nou echt zwart-wit te maken hoor. Want het, met een survey is altijd lastig, want hoe eerlijk zijn mensen en ik weet niet hoe dat, dat moet je gewoon vaak, moet je gewoon veel breder trekken in verschillende populaties, misschien verschillende landen. Dus dat vind ik altijd een beetje lastig. Maar ik denk wel inderdaad dat het... Het vrije seks, om het zo maar te zeggen, dat dat zeg maar echt wel een indicator is. En dat hebben we al vaak besproken, van dat je gewoon veel vergelijkingsmateriaal hebt. En dat je elke man in dit geval dan gaat vergelijken met, oh maar hij had dit en hij had dat. Gras is altijd groener. En dat dan chase je eigenlijk alleen maar perfectie wat er niet is. Nee, dus ze hebben nu eigenlijk al drie redenen genoemd, hè, lieve kijker, waarom er dus geen onvoorwaardelijke liefde meer bestaat in deze huidige maatschappij. Omdat we geen compromissen meer willen sluiten. Laat het maar gewoon committed liefde noemen. Want ja. Het is nog steeds niet... Wat? Het is nog steeds niet unconditional. Nee. Dus ik noem gewoon committed. Waarom committed love niet eens meer werkt, moet je zeggen. Ja. Was unconditional. Ja, zo. We gaan van... Het wordt steeds erger. Maar we eindigen goed. Let op. Ik geef je straks een hint. We gaan goed eindigen. Dus blijf, haak niet af, want het lijkt heel doemdenkerig. En dat is het ook, dit artikel. Maar we eindigen met een goed artikel. Dus, het volgende punt is, men ontwijkt verantwoordelijkheden. Met liefde en relaties komt ook verantwoordelijkheid en commitment. En vandaag de dag doet men er alles aan om dat te vermijden. Onvoorwaardelijke liefde gaat niet om elkaar... dat je elkaar niet de schuld geeft, maar het gaat meer om het volwassen zijn en je verantwoordelijkheid op te pakken voor je eigen woorden en je eigen daden. Dit is natuurlijk wel een heel belangrijk punt wat we, denk ik, ja, in deze tijd heel erg veel zien. Ook bij onze singles. Vooral bij onze singles. Singles die zeggen van, ja, ik kan geen man of vrouw vinden en vervolgens... niet aan zichzelf willen werken, niet hun verantwoordelijkheid pakken voor hun aandeel in het proces. Die zeggen van, ja, maar ik ben zoals ik ben. Ja, maar vriend, zoals je bent, zo krijg je geen vrouw. Dus... Ja, ik heb het nooit helemaal begrepen, want als je bijvoorbeeld een bepaalde baan of je wilt een bepaald carrièrepad op, dan ben je ook bereidwillig om iets aan jezelf te veranderen, want je wilt een betere baan. Dus je hebt dan, of je wilt een groter huis, dus je moet van baan wisselen, whatever. Dus mensen veranderen in dat opzicht, als je gewoon iemand van baby tot zijn dood bekijkt, dan verandert de mens echt om de zoveel jaar continu. Dus het feit dat je, ik ben wie ik ben, misschien is dat weer deels gerelateerd aan de soulmate, dus ik moet maar iemand vinden die zo is zoals die mij kan accepteren, maar het is een hele luie, inderdaad, geen verantwoordelijkheid pakken manier van leven. En... ja, ik zeg altijd, ik vind het prima als je zo bent, maar kom dan ook niet zeuren als niemand op je pad komt, weet je. Ik bedoel, ja,
Je kan wel zeuren over de wereld en alles. En ik zeg niet dat het niet leuk is, of dat het niet eerlijk is, maar ja, veranderen ga je toch niet. Dus je beste strategie is, denk ik, om dan zelf maar wat te ondernemen. In de hoop dat het andere mensen aantrekt. Ja. Ja, het is super belangrijk hè, om verantwoordelijkheid te pakken over de situatie in je leven. Als je single bent, maar ook als je in een relatie zit. We zijn allemaal mensen en we hebben allemaal gebreken. De meeste mensen komen uit een onveilig gehechte achtergrond. En dat betekent dat je daarvan bewust moet zijn, dat je daarmee aan de slag moet gaan. Ja. En dat heet verantwoordelijkheid pakken over je eigen geluk. En als jij verantwoordelijkheid pakt over je eigen geluk, dat maakt dat je een ander daar ook goed voor doet. Want als jij gelukkig bent, dan ben je een leuker mens. Dan kan je meer liefde geven. Dus zorgen dat je je eigen zwakheden kent en daarmee aan de slag gaat. En daar openlijk over praat met je partner. Dat maakt dat je samen de verantwoordelijkheid pakt en dat je relatie dus meer kans heeft van slagen. Nou ja, ik denk dat de volgende punten zijn eigenlijk allemaal een beetje... zijn eigenlijk allemaal in lijn met elkaar. Hè? Dus punt 4 was het niet nemen van verantwoordelijkheid. Ik denk dat we 5, 6 en 7 eigenlijk net zo goed nu allemaal kunnen benoemen. Want het valt allemaal onder dezelfde categorie. Want het vijfde punt is dat mensen zijn meer egocentrisch deze dagen. Nou, ja. Dat hebben we ook al gezegd. Dus dat dat meer aantoonbaar wordt door... Dus zo'n artikel op Psychology Today 2017 zei dat daar een trend in was. Meer narcistische neigingen. Dat egocentrisch, hè? Ze zegt dan, de schrijver zegt dan, het gaat meer om het bevredigen van je eigen behoeften. Focus op je eigen noden en verlangens. En dat is wel echt, hè. Ik hoop dat degenen die dit kijken zichzelf aan durft te kijken. En om te kijken of ik me daar ook schuldig aan maak. Want als je daar niet bewust van bent, ja, dan kun je ook niet veranderen. Maar het is wel een feit, want we zijn gewoon meer egocentrisch dan ooit. En het gaat steeds meer om het bevredigen van me, myself en I. Ik wil gelukkig worden, ik wil gelukkig zijn, ik wil dit, ik wil dat. En ze zeggen dus ook, focus op je eigen nood en verlangens, overschaduwen dat je in staat bent om liefde en empathie te voelen voor een ander. Dat is wel super belangrijk wat diegene zegt. Want als je alleen maar met jezelf bezig bent, met nogmaals het vervullen van je eigen verlangens en behoeftes, dan staat iedereen op nummer 2. Nou, ik denk dat je dan de praktijk ziet, is van als je vraagt van wat verwacht je van de relatie, als je dat al mensen vraagt, dan is het wat jij verwacht van de relatie. Maar wat jij verwacht van de relatie zou ook moeten inhouden, dan denk ik van wat ben jij bereid om te geven en te opofferen. Als je het hebt over compromissen sluiten, is dat je moet rekening met elkaar houden. Maar het is allemaal van, ja, maar ik wil wel dat hij of zij dit is. En dat. Oké, maar wat wil jij? Wat ga jij ervoor opofferen? Dat heb ik tot nu toe niemand echt horen zeggen. Nee. Als het inderdaad om jou draait, en dat is het probleem. Omdat we have entered the age of narcissism. Dat moet je wel weer afvragen, denk ik, van hoe komt het? Ik denk natuurlijk, social media is één ding. Omdat het misschien promoot is van iedereen moet iets zijn. Dan ben je wat en dan kan je gelukkig zijn. Zo. Maar wat zijn meer oorsprongen, waardoor dit zo Het is een opeenstapeling van factoren. Het begon bij de seksuele revolutie. Vervolgens krijgen we de secularisering. De industrialisatie, de opkomst van de computer, internet, mobiele telefoon, dating apps. 10 jaar geleden hadden we, voor Tinder hadden we dit niet. Toen hadden we wel dating sites, maar geen dating apps. Maar het verzegt nog niet per se waar het narcisme vandaan komt. Want wat ik me afvraag is van... Ik had een andere podcast gezien en daar zei iemand, best wel berucht, Fresh and Fit. Ik vind heel veel mensen niet leuk, maar voor mensen die willen triggeren, gaat het lekker kijken. Het is wel wat toe. Maar daarin zei hij ook eens dat, en of het een claim is die waar is, weet ik niet. Maar even in het kader van de claim, zei hij dus van, waarbij als vrouwen, op het gebied van daten en relaties, is zelfhelp voor vrouwen, is niet vaak
hey, maar misschien moet je toch ook even kijken wat jij fout doet. Het is manifesteer het. Je bent een sterke vrouw. Je bent zus, je bent zo. En er is alleen maar van, jij bent eigenlijk allemaal goed. Dus het ligt aan de rest. Of net zoals wij het voorbeeld gaven van een andere website die zegt van, het ligt niet aan jou. Jij bent goed zoals je bent. Dus ik denk dat die berichtgevingen, als je dat continu hoort, dat maakt je veel meer narcistisch. Ja, ik ga nog veel dieper en veel verder, want ik begon met seksuele revolutie en de secularisering. Als jij als maatschappij God overboord hebt gegooid en je dus geen normen en waarden meer hebt, want onze normen en waarden komen vanuit het 2000 jaar christendom. Tom Holland heeft dat heel goed beschreven in zijn boek Dominion. Wij zijn ons daar niet meer van bewust, maar dat zit toch wel degelijk in ons DNA. Maar je moet je voorstellen dat als jij God overboord gooit en de normen en waarden, daarmee gooi je dus ook weg dat er iemand boven jou staat. En als er dus niemand meer boven jou staat, dan ben je dus je eigen God geworden. We hebben onszelf geproclameerd tot eigen idols. Nou, wat ik inderdaad wel merk, want niet iedereen zal gelovig zijn, maar wat ik wel merk in gesprekken, zeker met mensen die ik langer ken of al langer spreek, is dat de normen en waarden shiften heel makkelijk. Dus in plaats van te bekennen, ik heb een moment van zwakte, ik heb dus op dat moment gefaald en ik ga weer proberen om mijn standaard te verhogen, verlaagt ze de lat van de normen en waarden. Ja, maar dat is wat ik dus bedoel, hè. Als je dus inderdaad, we hebben God uit ons leven weggegooid, het kind met het badwater weggegooid. Dus je hebt niks meer om naar op te kijken. Je hebt geen houvast meer. Maar je hebt het ook nog eens vervangen door andere goden, namelijk seks en vrijheid. En nogmaals, als je iets weghaalt, moet je er iets anders voor in de plaats doen. En dat is wat er is gebeurd. Het ene hebben we overboord gegooid en we hebben er iets anders moesten we ervoor in de plaats zetten, namelijk onszelf. Wij zijn zelf fantastisch. Want wij hebben geen God nodig. Wij zijn zelf de maker van ons eigen leven, et cetera, et cetera, et cetera. En gooi daar dan die seksuele vrijheid op los. En zie hier de creatie met de internet en de technische middelen die we nu hebben. Dit is wat we nu zijn geworden. En dat is voor een volgende video het boek van Louise Berry natuurlijk. The Case Against the Sexual Revolution. Wat heeft het ons gebracht? Ja, niks. Dan ellende is wat ze uiteindelijk zegt. Maar we gaan dat in de toekomst nog dieper bespreken natuurlijk. Maar punt 6 is inderdaad de need. Alles moet perfect zijn. Deze generatie is obsessed met perfectie. En ik zie het bij klanten ook. Bij sommige klanten ook. Nee, die is net niet sexy genoeg. Nee, die is net niet spannend genoeg. Nee, die is net... En dan denk ik, ja, serieus. Maar je wilt een duurzame relatie. Ja, maar hij is niet knap genoeg. Hij is niet spannend genoeg. Of zij is niet sexy genoeg. Of... Ik denk dat mensen de podcast van Andrew Huberman moeten luisteren over dopamine. Waarin hij dus eigenlijk uitlegt van hoe dopamine in de regel werkt. En als ik het heel, want ik vond het best lastig omdat het heel technisch is. Maar wat hij eigenlijk het mee vergeleek was een golfslagbad. Maar hoe groter de golven, zeg maar, ook hoe meer water eruit komt. Wat je wil is eigenlijk dat die dopamine baseline zo consistent mogelijk blijft. Of misschien een beetje gaat groeien, zeg maar. En ik denk, en dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Ik denk dat mensen zich niet bewust zijn is van wat het betekent om iets af en toe te doen. En waarom ik dat zeg is omdat als je eigenlijk iets heel erg extremes doet. Dan krijg je een hele een goed gevoel erbij. Dat goed gevoel. Euforie, bedoel, ja. En dat wil je continu vasthouden. Dus stel je voor, je bent misschien voor de jongere kijkers, I guess, je bent net in je studententijd, je gaat een keertje uit. Of zo. Het is heel gezegd, heel leuk. En misschien doe je drankje erbij. Dat gaat je een goed gevoel geven. En dat goed gevoel, dat is iets waar we ons aan willen vasthouden. Dat is nu lijkt het waar je constante claim naar wil hebben. Dus wat ga je doen? Je gaat het vaker doen. Omdat je het vaker doet, zeg maar, dan is het effect neemt af. In sport kan ik het ook wel vergelijken. Dus als je een pre-workoutje neemt voor het eerst, voel je je lichaam tint, voelt goed. Op een gegeven moment neemt dat af. En in plaats van dat je het misschien periodisch gebruikt, of dat je er langere tijd tussen hebt,
Dat doet ook iets met je dopamine gehalte, de reward, zeg maar, dat die niet te snel komt. Leef je zo erg naar het hoogtepunt toe, is dat dat hoogtepunt op een gegeven moment is niet meer een hoogtepunt. Dus je gaat steeds sterkere stuff gebruiken, of het nou drugs is, of nou alcohol is, of nou seks is, of nou... En ik denk dat dat een probleem is waarbij niemand meer genoegen neemt, is omdat iedereen zijn grenzen zo ver verlegt, is dat het heel moeilijk is om daarvan te detoxen, laat ik maar even zo noemen. Dat is punt nummer 7. They have high expectation. Ja. For a relationship to work successfully, the partner need to be in put in a lot of sustained effort together. Als je hoge verwachtingen hebt, en dat hebben we vandaag de dag, dat zien we dus al bij singles. Als we hoeven alleen maar naar lang levende liefde te kijken, of naar first dates, naar de datingprogramma's. Daar zien we wat er gebeurt met mensen. Ze moeten perfect zijn. En dat heeft te maken met die hoge verwachtingen. Ja, en het heeft ook gewoon te maken inderdaad met dat je dus... Kijk, als je het hebt over inderdaad vrije seks. Dat je dus heel veel partners hebt gehad. Ja, je hebt gewoon heel veel ervaring op gedaan. En dat gaat niet, blijkbaar niet zo makkelijk uit je hoofd. Laat in ieder geval bij ons het in de praktijk zien. Dus je hebt zoveel ervaring gehad. Ja, maar hij of zij is dit. Ja, zij is dat. En dat ik zeg van ja, ik zeg maar... Wat ik ook al in andere shows zeg, en ik blijf het gewoon altijd herhalen, is van experience, is, hè, het ervaringen opdoen is niet slecht per se. Maar je moet er rekening houden dat het een tweesnijdend zwaard is. Het kan goed uitpakken of slecht uitpakken. Ja. En dat is wat mensen gewoon niet lijken te willen horen. Ik denk dat, ik heb wel eens tegen een jongen gezegd, van probeer gewoon 2 dingen in het leven uit te zoeken die je echt leuk vindt. Of echt op individueel level. En neem daar, leer daar genoegen mee te hebben. En alles wat extra komt, is extra. Maar als het weer wegvalt, weet je in ieder geval dat je die 2 dingen nog hebt. Ja. Hoge verwachtingen van elkaar is de basis van the root cause of pain and disappointment. Dat wil niet zeggen, want ik zag ook een video inderdaad, dat je helemaal geen verwachtingen moet hebben. Hè? Want je moet juist... verwachtingen van elkaar hebben. Maar waar het om gaat, is dat je die verwachtingen bespreekbaar maakt. Dat je die uitspreekt. Dat ze realistisch zijn. Want als jij normen en waarden hebt, dan zijn dat jouw verwachtingen. Snap je? En daar moet je aan vasthouden. Als jij een man bent van principes, als jij een man bent van one woman man en je bent een high value man, dan zijn dat jouw verwachtingen. En dat zijn gezonde verwachtingen die je moet hebben. Waar het om gaat, is dat je onrealistische verwachtingen hebt. En dat is waar het ja, toch wel helaas misgaat. Ja, maar het komt ook een beetje neer op het SMART-principe. Ik zoek niet even snel op. Maar inderdaad, het is een methodiek om dingen meetbaar en realistisch te halen. Mm-hmm. Ook als het gaat om werk of het gaat om doelen stellen. In dit geval is het niet heel anders eigenlijk. Dus het moet specifiek zijn, meetbaar, is het haalbaar... Relevant, tijdgebonden, zeg maar. Dat zijn dingen waar je... Het zijn gewoon modellen die vaak ook voor werk worden opgesteld. Ja. Om doelen te bereiken. Is het niet onrealistisch? En ik denk echt gewoon dat het... deels gewoon echt gewoon aan te wijden is. Is dat we worden ook aangepraat door onze omgeving, denk ik. Ik denk dat het wel echt meer een vrouwending is dan een mannending. Ik denk wel dat in de regel... Als vrouwen gedoe hebben met de partner en ze bespreken dat, dan wordt altijd wel de kant van de vrouw gekozen. Zeg maar, oh, maar hij moet dit doen. Zeg maar. Ik weet niet hoe het bij mannen is per se. Ja, kijk, het verschil is, wij vrouwen praten meer dan mannen. Wij vrouwen praten altijd dat, over... Dat is misschien wel waar. Wij vrouwen praten altijd over mannen. Ja, maar op zich, ik bedoel, ik heb ook... Hè, wij hebben ook, Lea en ik hebben ook onze... bams in een relatie gehad. En ik moet wel zeggen is dat waarbij als zij het aan haar vrienden vertelde, zij is dan is het, dan verdedigt ze mij soms. Omdat ze gewoon herkent van, ja, maar ik zat gewoon fout. Dat is iets wat ik sowieso al nooit hoor. Maar bij mijn kant is het zo, is dat ook mijn vrienden, mijn echt goede vrienden, die zet ook wel even een spiegel voor, maar daar heb je ook wel daar aan gedacht, zeg maar. En ik denk dat dat echt gewoon essentieel iets is van met wat voor mensen ga je om. Ja, is je omgeving biased, dan heb je er gewoon niet zoveel aan. Het is wel heel lief, want het is allemaal lief bedoeld. Maar
daar hebben we gewoon, daar groei je niet van. Want die mensen vertellen het niet eerlijk. Dus... Nee, maar dat is wel een kenmerk, denk ik, van is dat een maatschappij die er is? En dus wat, en ik gaf het Versus Fit voorbeeld aan, als voorbeeld aan, waarin je dus zei dat heel veel vrouwen gaan naar medevrouwen toe of die gaan er zelf op boeks. En het ligt nooit aan hun. Het ligt nooit aan hun. Het is altijd van, ja, maar de man is dit. Hè? Of dat ligt niet aan jou, weet je. Maar je moet voor jezelf opkomen. Dus hij claimt inderdaad is dat waarbij zelfreflectie bij mannen meer wordt toegepast dan bij vrouwen. En ik vraag me af en toe wel eens af, klopt dat? Nou, dat wil ik niet, dat weet ik niet hoor. Als ik kijk naar... Als we in ieder geval naar... Ik denk nu dat wel Red Pill en Manosphere content komt nu wel harder. Het is nu wat meer bekend. Zeker in Amerika en Nederland weet ik niet zo goed. Maar de vrouwen empowerment movement lijkt me... Zie je nog steeds meer van, denk ik, dan bij de mannen. Ja, dat wel. Dat laat alweer een incentive zien van dus dat het weer is van... You go girl, je bent alles. Ja, dat klopt. Dat hoor je gewoon bij mannen minder, heb ik het idee. Ik zal als mensen artikelen, onderzoeken weten hiervan. Ja, dan zou ik zeggen, stuur ze vooral door inderdaad. Weet je, want ik had vandaag toevallig een gesprek met een trainer bij Health City erover. En die had het over van, ja, dan is er nu... iemand van 24 Kitchen die allemaal foto's plaatst, maar het is eigenlijk een beetje overgewicht / obese. En hij zegt, ja, waarom moet dat kunnen? Zeg maar, je promoot eigenlijk iets helemaal niet goed. En goed, vanuit de body positivity. Ja, en vanuit dat is een ander onderwerp. Ja, I know, maar weet je, maar dat is wel weer zoiets van, wij moeten dat als maatschappij allemaal goed vinden. Ja. En terwijl wij als mannen zoiets hebben, maar zij is wel echt knapper. Zij, ja, sorry man, dus... Ja. Maar dat is een ander onderwerp. Daar gaan we het zeker ook nog over hebben. Daar gaan we alle pros en cons gaan we daarvan bij een volgende video. Als Mabel er ook bij is inderdaad. Gezien haar achtergrond als orthomoleculaire diëtist en alles. Gaan we het zeker nog over hebben. Body positivity movement. Ja. Ik wil afsluiten met het artikel van Quest. Want ik ging natuurlijk op onderzoek uit. Waar komt het vandaan, de term onvoorwaardelijke liefde? En Quest heeft het uitgezocht. Bestaat onvoorwaardelijke en eeuwige liefde? En dit is geschreven door Frank Bijen. Hij zegt, als je trouwt, doe je dat voor altijd. En wat je toch ook uitspookt, blijft toch je kind. Bestaat er echt onvoorwaardelijke liefde tussen mensen? Of willen we daar heel graag in geloven? Jeremy. Wat? Nou, we hebben het al gezegd, hè? Er bestaat niet zoiets als onvoorwaardelijke liefde. Dat zeggen zij ook, toch? Ja. Maar, wat wel heel mooi is... Er bestaat wel zoiets als eeuwige liefde. En ik denk dat principe, dat we ons daar aan moeten vasthouden. En hoe definiëren zij dat dan? Als... Nou, let op. Ik zit even te kijken wat ik ga voorlezen. Want wat was de term, zei je nou? Eeuwige liefde. Eeuwige liefde en onvoorwaardelijke liefde. En... We weten veel over verschillende eigenschappen van liefdesbanden. Je kunt ze grofweg indelen in 4 lagen, vertelt hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitzkorn van Tilburg University. Zij doet onderzoek naar liefde. En onderop zit medemenselijkheid, een liefde die niet heel erg selectief of eeuwigdurig is. Oftewel, dat is denk ik dat je inderdaad je buurman helpt of zo, weet je. Daarboven ligt de laag van goede vriendschappen. Je maatjes, ze kunnen lang bestaan, maar ze kunnen ook uitdoven. Ze zijn niet heel uniek, want vaak hebben we meerdere goede vrienden. Als derde laag noemt ze dan de romantische liefde. Dat is die roze wolk. En vervolgens, als de roze wolk is verdampt, dan... En toch ook de minder leuke kanten zichtbaar worden, dan blijft er toch nog iets over. Want zelfs dan blijken veel mensen toch bereid te zijn om eraan vast te houden. Dus over het algemeen kan de romantische liefde wel tegen een stootje, zeker als er al kinderen en een hypotheek spel zijn. Aldus Sitzkorn. Opoffering wordt beloond. Dat klinkt eerder pragmatisch dan als onvoorwaardelijk. En neurobiologisch klopt dat ook wel. Sitzkorn zegt namelijk, je kunt onvoorwaardelijke liefde definiëren als liefde met zelfopoffering omwille van het welzijn van de ander. Maar die liefde is nooit onbaatzuchtig als we het vanuit de hersenen bekijken.
Daar wordt namelijk jouw primaire genotsysteem geprikkeld als jij iets doet voor een ander. En dus bestaat onvoorwaardelijke liefde in neurobiologisch opzicht niet, zelfs niet in die vierde en bovenste liefdeslaag, namelijk niet tussen ouder en kind. Want de liefde tussen ouder en kind die gaat zelden kapot. Het kan kapot, hè? Ik ken ze, het kan kapot. Maar in de regel is het zo dat als jouw kind geboren wordt, jouw kind is de leukste, de liefste, de knapste, de schattigste. En dat blijf je de rest van je leven met je meedragen. Ik lees alleen het laatste stukje nog. Om af te sluiten met een blije noot. Mensen willen en kunnen voor altijd lief hebben. Yes. En dat laten we ook zien in de boek. Hè? We zijn daar langzaamaan naartoe gegroeid, verklaart Sitcorn. Onze liefde is steeds minder primair geworden. Die oude oerkrachten zitten ook nog steeds in ons systeem. Zonder dat je doet wat je moet doen om te overleven. Maar gaandeweg kregen we andere structuren. Bij in de hersenen. De mens raakte daardoor steeds meer in staat dingen op lange termijn te onthouden. Dat heeft ook alles met de liefde te maken, want je kunt je kind of je partner herkennen en gebeurtenissen onthouden. En zo wordt een langdurige liefde ineens wel mogelijk. Lang en gelukkig staat er dus uiteindelijk. Ja, als we dit weten, waarom hebben we dan zo'n zwak voor die irreële, onvoorwaardelijke liefde, wordt er gevraagd. Nou ja, logisch, zegt Sitcorn. Want als iedereen samen gelukkig is, brengt dat iedereen heel veel. En dit is wel heel belangrijk wat ze hier zegt. Hè? En dat is wat wij ook willen meegeven. Waarom wij geloven in de liefde. En waarom die liefde zo ontzettend belangrijk is. Want uiteindelijk is liefde het doel van ons leven. Liefde is de zin van het leven. Liefde zorgt ervoor dat je gezien, gehoord, gevoeld wordt. Alleen liefde geeft jou dat bijzondere gevoel. Wat maakt dat je blij wakker wordt. En niks, geen enkel andere gevoel op deze aarde kan dat evenaren. Ja, als je heel rijk bent en je kunt alles kopen, dan is dat lekker. Maar als je die boot hebt gekocht, als je 3 keer in die boot hebt gevaren, dan is het normaal geworden. Heb je die auto gekocht, heb je die tas gekocht. Het is allemaal leuk en het is een kick van heel kort. En dan is het weg. En dat voor de liefde. Als je de liefde hebt gevonden in je leven, die liefde voor je kind, dat blijft altijd als je gezond bent, hè, in ieder geval. Dus, en als we elkaar, als we die liefde veel meer een plek zouden geven in ons leven, dan zou de wereld er inderdaad een stuk mooier uitzien. Tot slot, als we dit weten, moeten we dan maar vooral blijven geloven in Happily Ever After? De Israëlische filosoof Aaron Ben Zevat vat in zijn boek The Ark of Love optimistisch samen. Let op. Als je het ideaalbeeld van onvoorwaardelijke liefde vasthoudt en je geliefde ziet als uniek en waardevol, dan kun je zomaar een self-fulfilling prophecy in het leven roepen. Oftewel een diepgaande en stabiele relatie die lang kan duren. Kortom, onvoorwaardelijke liefde bestaat neurobiologisch niet, maar daar waren we al achter. Maar wel eeuwige liefde. Maar gek genoeg heeft dat dan weer meer met ons brein te maken dan met ons hart. Volgens deze mensen. Maar goed, wij weten natuurlijk dat de mens... Ik denk wel het stukje wat ze zeggen is dat de liefde wel echt met opoffering te maken heeft. Absoluut. Dus dat wel echt, dat kan je heel breed trekken. Is omdat ik denk in de regels dat mensen veel minder opofferingen willen maken. Zeker als je dus de trend van narcisme volgt. En dat kan zich al heel... Het klinkt misschien heel stom, maar dat kan zich al echt in de kleinste dingen uiten, zeg maar. Ik weet dat als ik naar Amsterdam fiets, ik moet altijd door Vondelpark, is één kruispunt waar iedereen scheid heeft eigenlijk. Maar het concept, als ik, wat ik nog wel eens heb, soms zie ik gewoon een moeder met een kind fietsen of zo. En dan zie ik iedereen gewoon nog steeds aan het. En ik heb zoiets van, ja, ik heb misschien ook wel haast, maar ik kan ook gewoon wachten op een situatie waarin ik zie dat niet zo druk is, want ze zit met het kind, zeg maar. Dus ik offer dan mijn situatie eigenlijk op, zodat een ander, zeg maar, veilig is. Het is voor hem weer veilig en er gebeurt. En het kind is een heel klein voorbeeld. Iedereen zal denken, wat is dit voor een kut voorbeeld? Maar het laatste gewoon, wat ik er meer mee wil aantonen, is dat de kleine self-sacrifices die je maakt, als iedereen dat doet, heeft het een ripple effect op de rest. Yes. Yeah. En dat vind ik wel heel scherp, dus omdat iedereen praat altijd in de liefde van wat het jou of mij moet brengen, maar wat
jij moet opgeven ervoor, zeg maar. Dat hoor je niet heel veel. Nee, die opofferende liefde inderdaad. Maar dat is, ook dat is overboord gegooid toen we God en Jezus uit onze maatschappij hebben gegooid. Want als je het hebt over een opofferende liefde, dan, is, dan komt dat, dat principe komt eigenlijk bij, bij Jezus vandaan. Maar die liefde kennen we niet meer inderdaad. Maar het na elkaar omkijken inderdaad, iets goed doen voor een ander zonder dat je er iets van terugkrijgt. Ik wil het woord zeggen, maar ik kan niet op het woord komen. Kindness? Nee. Oh, irritant, ik kan er niet op komen. Maar in ieder geval waar het om draait is, laten we in een andere video op zoek gaan naar de definitie van liefde. Ik heb al een boekje daar liggen, Wat is liefde Socrates? Dus ik ben echt wel op zoek geweest naar wat is nou liefde? En in die podcast wil ik echt op zoek naar de definitie van liefde. En dan vanuit menselijk perspectief, filosofisch perspectief, Bijbels perspectief. En zoek het maar allemaal op. En op die manier kunnen we dan op zoek gaan naar wat liefde werkelijk is. Heb jij nog iets te melden? Nee, niet echt. Nou. Liefde houdt ook opoffering in. Ik denk dat het wel een mooie boodschap is om mee te nemen eigenlijk. Absoluut, ja. Wie goed doet, goed ontmoet, weet je. En altruïsme, dat is het woord. Altruïsme, sorry. Ga dat woord onderzoeken en pas het toe in je leven. En je zult zien hoe mooi je leven wordt. En hoe makkelijk het is om liefde te geven en om andere mensen blij te maken. En als je dat altruïsme nou ook eens meeneemt in je relatie, in je eigen omgeving. God, deze wereld wordt een stuk beter. Anyway, dat was het voor nu. Ik zou zeggen, lieve kijker, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Bestaat onvoorwaardelijke liefde? Nee, maar dat doet er niet toe, want er bestaat wel eeuwige liefde. Yes! En daar gaan we allemaal voor, met z'n allen natuurlijk. Ik wil jullie wel vragen, nogmaals, heel lief, liefdevol, of jullie toch je willen abonneren op ons kanaal, want daarmee help je ons. Altruïsme, yes! Nee, maar zonder dolle. Daarmee help je ons enorm om onze boodschap te verspreiden en onze boodschap van liefde voor iedereen. Maar nogmaals, wat liefde is, ja, dat wordt weer een heel moeilijk onderwerp. Tot voor een andere keer. Vergeet niet om deze video te liken, te delen, op te staan. Volg ons ook op onze socials, vooral op Instagram. Daar zitten we elke dag. En Jeremy, dank je wel weer voor jouw inzichten. Tot de volgende keer. Dank je wel.